Ik vertrek volgende week woensdag, is 16 februari, richting Miami. Het is de bedoeling dat ik langer dan 3 maanden blijf. Wel, het staat basically al vast. Ik blijf langer dan 3 maanden en ik kom niet terug zonder die amateur wereldkampioen titel. Dus ik heb dus 13 maart, het staat zo goed als vast dat ik 13 maart zo ga vechten. Bij Combat Night is ook de organisatie waar ik mijn debuut had gemaakt de vorige keer. En het is daarna gewoon iedere maand, zelfs 2 keer per maand. Gewoon fit en gezond blijven, vecht ik gewoon continu tot ik die titel haal. En dan overstappen naar pro. Hoe behaal je zo'n titel? Hoe kom je in aanmerking om een titelgevecht te draaien bij Combat Night? Is natuurlijk, het is basically net de UFC, net iedere organisatie. Je vecht, die mannen kennen me nu al, want ze sturen me ook gewoon berichten van wanneer kom je terug, we zien dat het goed gaat. En van Combat Night. En hoe het eigenlijk werkt, je wint 3, 4, 5 partijen en dan maken ze gewoon een title fight. De reden waarom ze het maken is omdat de kampioen eigenlijk, zodra je kampioen wordt, gaan ze naar pro. Dus er is nooit echt een title defense. Het kan wel zijn dat een kampioen 1 keer zijn titel verdedigt, maar dan gaan ze dan direct pro. Maar dat is dan wel amateur. Dus ze maken dan, wanneer er genoeg hype is, 2 vechters, komt er een title fight, gewoon een nieuwe kampioen in die klasse. Je bent ook hier bezig in Suriname. Wat doe je allemaal? Yes, dus aanstaande zondag is 13 februari. Met GCI Nilum ga ik dus gaan wij sporters die van hun hobby, dus nu letterlijk hun carrière willen maken, dus on the next level, gaan we ze tips en tricks geven, een beetje inspireren over hoe je op jezelf, met de mensen om je heen, je sport professioneel kan aanpakken, zodat je fulltime kan trainen en er basically van kan leven. Ik heb dus sinds 2019 het besluit genomen om fulltime te trainen. En ik was voorbereid op alle obstakels en tegenslagen en hoe het vanuit Suriname zou gaan, want ik doe het wel vanuit Suriname. Je moet een heleboel dingen tegelijk opzetten. En waar we het eigenlijk over gaan hebben is dus een bedrijf oprichten, zodat je je visum kan aanvragen, hoe je visum kan aanvragen. Gewoon een beetje motiveren dat je alles zelf gaat doen, niks verwachten van de overheid. Alhoewel het nu leuk zou zijn als je die steun krijgt. Maar je moet het dus eigenlijk beginnen te je carrière zien als een onderneming. Wanneer je start met de onderneming, kan de overheid je ook niet helpen. Welke sporters kunnen zich aanmelden? Letterlijk alle sporters en ook nog jonge ondernemers die gewoon een beetje inspiratie willen krijgen of gewoon ideetjes. Maar letterlijk alle sporters die of sponsoren zoeken of een beetje serieuzer willen zijn, dus het niet meer als hobby zien, die kunnen gewoon even komen en registreren en dan zullen we een beetje alles uit de doeken doen. Okay, waar kunnen ze zich registreren en wanneer is het event? Ze kunnen mij benaderen op Instagram, Shaquille van Sichem. Maar bij GCI Nilum is er een registratielink. En daar kunnen ze zich gewoon registreren. Maar als je me een DM stuurt of GCI Nilum een berichtje stuurt, dan krijg je ook alle verdere info. Terug te komen op jouw carrière. Combat Night, je droom is om pro te gaan. Je noemt jezelf ook de Future World Champion. Is het al duidelijk wat voor de rest in 2022 moet aankomen? Yes. Ik ga dus voor augustus, haal ik die titel binnen, ga ik dan direct pro na die titel. Dus in augustus ga ik pro. Hoe het dan eigenlijk werkt, is net een soort schoolsysteem. Nadat je amateur de kampioen wordt, kom je in Titan FC. Dus daar wil ik komen. Dat is dus de grootste pro-organisatie in Florida. Volgend jaar, dat is 2023. Moet je hier voor me zitten als prof? Nou, dit jaar zit ik al hier als prof. Augustus zit ik al hier als prof. Oh, die eraan. Volgend jaar, 2023, gaan de deuren open om nu naar Bellator te gaan en UFC of One Championship. Of Eagle FC nu, van Khabib. Ja, ja, ja.
Je bent ook druk bezig andere zaken te realiseren. Er komt een website, er is nog wat in de maak. Vertel. Yes, dus dat zijn een van de projecten die al heel lang in de making zijn. En het is eindelijk zover om het te lanceren. Ik heb dus eindelijk een website die online komt. Het is kukumatsglobal.com. Het zal per vandaag al online zijn. Dus je mag hem even gaan checken. Daar komt, het is nu nog in fase 1. Dus daar komt gewoon alle recente info. Alles, het is geconnect met mijn Instagram. Maar daarna komt er ook veel meer info over andere sporters. Die website zal gewoon uitbreiden, maar het is nu dus een website. En ik heb dus natuurlijk ook gewoon een heel mooi project afgerond waar ik echt verschrikkelijk blij mee ben. En die video is een verrassing. Jullie hebben het eigenlijk ook nog niet eens gezien. Gaan we zo naar kijken. We gaan hem nu even plaatsen. Ik zal er niet veel over zeggen, maar het is wel close to my heart. En er is wel redelijk veel tijd in gestoken.